Granman Albert Aboikonie heeft afgelopen zondag de noden aangehoord van de Saramaccaanse gemeenschap van Bronsweg. Dat gebeurde op een Grand Croutou in de Croutoso. De dorpen in het district Brokopondo hebben met verschillende problemen te kampen. De Bashas hebben kenbaar gemaakt wat de problemen van hun dorpen zijn. Onder andere is het probleem van de grondbeschikkingen aangehaald. Het is niet rendabel om elke keer een croutou te houden, alleen maar om te weten waar de grens van een bepaald gebied is. Granman Aboikonie gaf als antwoord op deze problemen aan dat hij het op prijs stelt dat alle dorpen van Brokopondo waren vertegenwoordigd op de croutou. De Granman is de mening toegedaan dat de Saramaccaanse stam een eenheid moet vormen in plaats van elkaar tegen te werken. De Granman heeft afgelopen zondag de noden van de verschillende dorpen in Brokopondo aangehoord tijdens een Grand Croutou te Bronsweg.